Een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 van 26. zegt bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God Without Limits. Bij mij in studio vandaag weer Jacques Brunt. Jacques, welkom bij Without Limits. Vorige week zijn we begonnen met een serie bijbelstudies over Johannes de Dopen. En vandaag gaan we het hebben over de prediking van Johannes de Dopen. En dat vind ik heel interessant, omdat ik nu zelf ook het woord predik. Ik geef ja. je graag het woord. Ja. We willen ter inleiding weer een stukje lezen. Het is altijd ja. goed om eerst de Bijbel open te doen. We hebben het vorige week gehad over zijn, zijn roeping en vandaag inderdaad over de prediking. En het is in het kader daarvan goed als we een gedeelte lezen. Ik heb gekozen voor Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. Ja. Matthäus 3, vers 1 tot en met 12. Als je dat zou willen lezen, heel graag. Daar staat. In die dagen trad Johannes de dopen op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide, bekeert u want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide, de stem van de een die roept in de woestijn, bereid de weg des heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kamelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel bestond uit springhanen en wilde honing. Ja, want ik heb gisteren nog gelezen dat springhanen koosje waren, dus vandaar dat hij die, die kon eten. Heel mooi. Vers 5. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En ze lieten, hem, en ze lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen onder belijdenis van hun zonden. Toen hij nu zag dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen, Adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, we hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, dat God bij macht is, uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Reeds ligt de bel aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u met water tot bekering, maar hij. Die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn doorsvloer geheel zuiveren en zijn gaan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dat is een pittig stuk. Ja, dat is een pittig stuk. Ook heel uh, aangrijpend, indrukwekkend, ook, uh, vind ja. ik. En dat uh, zegt dus iets over de bediening, maar vooral ook over de prediking van Johannes de Doper. Ja. En wat wel uh, kenmerkend is, uh, Henk, hoe, hoe Matthäus 3 ook begint in, uh, in vers 1, daar wordt uh, de tijd van Johannes de Doper specifiek aangeduid met in die dagen. Ja. Nou, nou zou het zomaar kunnen zijn dat een kijker vraagt van, ja, wat waren dat dan voor dagen? Nou, dat waren dagen, dat was een periode waarin uh, Israël gebukt ging onder de Romeinse overheerser. Ze hadden dus in hun eigen land niets te zeggen en ze moesten doen uh, wat er gezegd werd om het zo te zeggen. Het was dus voor Israël een hele moeilijke tijd, een zware tijd, een geestelijk donkere tijd. Maar het was ook tegelijkertijd een periode waarin Bijbelse profetieën werden vervuld. Want het was de tijd waarin Johannes de Doper opstond. Hij was de heroud van de heer Jezus, maar het is natuurlijk ook de tijd waarin de heer Jezus zelf zijn bediening begonnen. Dat ja. liep ongeveer samen op. Johannes de Doper als de voorloper. De Heer Jezus als de beloofde en gezonde Messias. Ja. Dus zij kwamen op, allebei, in een heel bijzondere tijd. Die voor Israël aangeduid kon worden als geestelijk donker. Uh, de verwachting en de hoop op een, op een uh, ja, rooskleurige toekomst... die was weggeëpt zeg maar. En juist in die tijd... Op het uh, meest donkere moment, misschien wel in de geschiedenis, zou je kunnen zeggen, ja, komt er een man bij de Jordaan op, zijn naam is Johannes de Doper, en die spreekt over een koninkrijk en over een koning. En vervolgens wijst hij de Messias aan. Ja, je kan wel begrijpen, als je het moeilijk hebt en je hoort die boodschap, dat je zegt, hé, hey, er gloort hoop, er komt licht aan de horizon. Ja. Dus dat was die tijd, enerzijds donker, anderzijds, profetieën kwamen tot vervulling. Heel hoopvol, ja. heel bemoedigend. En hier in vers 2, hè? hij brengt de boodschap van bekering. Hij zegt ook, bekeert u, want het koninkrijk de hemelen is bijgekomen. Kun je dat toelichten? Ja, de prediking van het koninkrijk is een hele belangrijke. Maar wat we even in de, in de, in de context goed moeten bedenken is, wij kennen vier evangelieën. En elk evangelie kent zijn eigen accent. Nou, dat is wel belangrijk ook voor de kijkers om te weten. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, Marcus-evangelie, daar zien we de Heer Jezus vooral als de leidende knecht des Heren. He, dat, daar wordt daarop ingezoomd. Kijken we naar het Lucas-evangelie, daar wordt de Heer Jezus heel sterk neergezet als mens. Weer een ander aspect van hem. In het Johannes-evangelie gaat het vooral over de godheid van Jezus. Nou, dat is geen overbodige luxe om dat vandaag te onderstrepen. Hij was... 100% mens, maar hij was ook 100% God. Ja. Nou, en in het Matthäus-evangelie, wat we gelezen hebben, daar zie je de Heer Jezus heel duidelijk als de koning. Dus in het Matthäus-evangelie ligt het accent, de nadruk, op het koningschap van de Heer Jezus. Nou, dat is niet alleen iets voor theologen, maar dat is heel mooi als je de Bijbel leest, als je de evangelie leest, om die onderscheiding te hebben. Je ziet dus steeds weer een ander aspect van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Nou, in Matthäus gaat het dus heel duidelijk om zijn koningschap. Vandaar ook dat die boodschap over het koninkrijk wordt uh, gedeeld en wordt doorgegeven. Nou, nu moeten we dit goed onderscheiden. De Bijbel spreekt over het koninkrijk, uh, wat reeds er is, wat er reeds is. En een koninkrijk wat nog gaat komen. En dat is wel heel belangrijk om te onderscheiden. Ik geloof op grond van de Bijbel dat in de persoon van de Heer Jezus het koninkrijk... Nabij is gekomen. En daarmee kunnen we spreken dat het koninkrijk vandaag al werkelijkheid is. Hm. Nou, dat zien we nog niet aan publiek. Je zou kunnen zeggen, het is min of meer een verborgen koninkrijk. Want waar is de heer Jezus vandaag koning? Nou, hij is koning in het hart van allen die hem hebben aangenomen, die ja. hem hebben aanvaard. Dus hij is koning in de gelovigen individueel en in de gemeente collectief. En daar leven we ook uh, naar zijn koninklijke principes. Nou, dat is het koninkrijk vandaag. Ergens nog uh, verborgen zou je kunnen zeggen. Ja. Maar er komt ook een tijd dat dat koninkrijk zich aan publiek zal gaan vestigen. En dat is het koninkrijk wat uh, gevestigd zal worden als de Heer Jezus zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg. Amen. Zachariah 14. Dat is toekomstmuziek. En dat moet je goed onderscheiden omdat, en laat ik dat eerlijk zeggen, we vandaag ook met dwaling te maken hebben. He, allerlei eh, principes en, en, en leringen rondom het kingdom now. En dat soort dingen. Alsof wij vandaag het koninkrijk wel gaan vestigen hier op aarde. Nou, het koninkrijk komt pas aan het publiek als de koning zelf daar is. Amen. En dan heb je natuurlijk ook te maken met preterisme. Hè? Zij die leren dat Jezus al terug is gekomen. Nee, die tweede komst staat nog uit. Hij komt. Om de aarde te gaan richten en de wereld... In gerechtigheid. Dus die twee moet je wel onderscheiden. Het koninkrijk vandaag in het hart en leven van de gelovigen. Maar ook de vestiging van het koninkrijk. Het duizendjarig Vrederijk, Messiaans Vrederijk. onder leiding van Koning Jezus straks in de toekomst. En daarin heeft uh, Israël een belangrijke plaats. als land, als volk. Maar ook Jeruzalem als stad. Het zal het centrum worden van de wereldregering. Ja. Nou, en dan dat woord bekering. De koning komt eraan, bereid je erop voor. Dat woord bekering heeft twee betekenissen. Metanoia, dat wil zeggen vanuit het Grieks... Kom tot nadenken, kom tot nuchterheid, kom tot je verstand. De koning komt eraan, bereid je erop voor. En het andere woord wat de Bijbel voor bekering gebruikt... is het woordje epistrefo. En dat wil zeggen, draai je 180 graden om. Dat wil zeggen, je stond met je rug naar God toe... maar keer je om, keer je gezicht naar de Heere God... Leef voor zijn aangezicht ja. en wees oprecht. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Absoluut. Ja. Absoluut. Die twee dingen, dus een hele praktische omdraai, omkering en een vernieuwing van je denken. Die twee aspecten zitten allebei in dat woord bekering. En in het Grieks hebben die dus, zijn dat twee aparte woorden. En wij gebruiken daarvoor één woord: dat is het woord bekering. Dus samenvattend, bereid je voor. Dat zei Johannes de Doper op de komst van de Heer Jezus. Hij gaat komen. Hij is er in het vlees gekomen. En voor ons geld, bereid je voor. Want de koning komt eraan. Ja. Nou, Johannes zegt ook, hè, maak de weg voor de Heer gereed. Hè, dat, is, dat is het tweede wat hij zeg maar verkondigt. Uh, ja, hoe moet je dat zien? Hè, wat betekent dat precies? Nou, dat ligt eigenlijk in het verlengde van wat we zojuist bespraken: van het woord bekering. Maar je zou kunnen zeggen. De blokkades moeten worden weggeruimd. Als ik het even vertaal naar onze tijd. De barricades moeten worden opgeruimd. Als mensen de Heer Jezus nog niet kennen. Misschien zijn er kijkers onder ons die hem nog niet kennen. Dan mag je vanavond naar hem toe gaan. Dan mag je je knieën buigen. Dan mag je hem uitnodigen om in je hart te komen. Maar wat je met de uitnodiging ziet gebeuren. Als hij binnenkomt. Als hij door zijn woord tot je komt. Dat hij ook barricades, blokkades in jouw leven aan het licht gaat brengen. En je zou kunnen zeggen... Ruim die blokkades weg. Dat kunnen zonden zijn, verkeerde gewoonten zijn. Dingen waar je in één keer licht over krijgt. Ruim het weg, zodat de kenmerken van het koninkrijk. Rust, vrede, gerechtigheid. ook voor jou meer worden dan alleen maar theoretische kennis. Maar dat je dat ook mag beleven. Dat je mag ervaren met een kind van het koninkrijk. En dat is belangrijk dat je die barricades opruimt in je leven. Die blokkades weg doet, zodat de Heer ten volle in zijn kracht. In jou woont, door jou heen werkt. En dat geldt ook voor de gelovigen. Soms kunnen wel weer dingen in je leven binnenkomen, waardoor je die rust en vrede minder ervaart. Hm. ervaart. Nou ja, misschien moet je wel dingen opruimen in je leven. Hè? Maak de weg bereid, zodat je straks met een vrij geweten de Heer te tegemoet kan gaan. Dat is een belangrijke boodschap ook vandaag. Het Koninkrijk komt eraan, bereid je voor ja. op de ontmoeting met Hem. Ja, want uh, je noemt het al. De boodschap van bekering en je voorbereiden op de komst van de Heer. Hoe belangrijk is dat vandaag? Het was toen belangrijk, in de dagen van Johannes de Doper, voor de eerste komst, maar het is vandaag net zo belangrijk. En, en misschien nog wel belangrijker, voor zover je dat kan zeggen. Wij zijn de generatie waarvan de Bijbel zegt over wie de einde van de eeuwen gekomen zijn. Ja. En. Wij leven in een tijd met zoveel verleidingen, zoveel verzoekingen, um, zoveel valse leringen. Het is zo belangrijk om toegewijd te blijven um, in navolging van de Heer Jezus. En daarom geloof ik dat die boodschap van bekering ook vandaag van fundamenteel belang is. Dat is niet iets van een, uh, een ouderwetse kerk of zo, of iets van vroeger. Maar dat is gewoon een boodschap die de Heer Jezus bracht, die we anders de dopen bracht. Je ziet ook die aansporingen in de brieven van Paulus. Uiteindelijk is de boodschap van bekering heel positief. De boodschap van de weg bereiden, blokkades wegnemen, is heel positief. Waarom? Omdat de Heer God ten volle door je heen kan werken. Je geeft hem de volle ruimte. Je geeft hem de hoogste plaats in je leven. Dat woord bekering, ik weet niet hoe jij, hoe jij dat ervaart, maar ik merk soms dat dat een negatieve lading heeft bij mensen. Maar het is juist om meer ruimte te geven aan het werk van God in je leven. Bekering heeft daarmee te maken. En ik denk dat dat een onderschoven kindje is geworden. Ook in prediking en Bijbelstudie, om twee redenen. Ik denk dat we Gods standaard hebben verlaagd. Hebben aangepast naar onze eigen gedachten. En naar de praktijk van ons leven. Maar wat, als ik de Bijbel lees, dan geloof ik dat de Heere God ons meeneemt. Naar zijn standaard. En dat Hij ons gelijkvormig wil maken aan Zijn beeld, aan het beeld van de zoon, Romeinen 8 vers 29. Amen. Dat is een omgekeerde volgorde. Hè? Hij past ons niet aan aan ons niveau. Hij neemt ons mee naar Zijn niveau. En dat is een proces, dat begrijp ik. Maar pas alsjeblieft de, de standaard van God niet aan. Ook niet in de eindtijd. Hmm. En het tweede is dat wij een te positief mensbeeld hebben gecreëerd. En ik denk dat wij wel eens uh, een mensbeeld prediken, wat niet overeenkomt met het beeld wat God neerzet van de mens. Een mens zonder God, zegt de Bijbel, is zonder hoop. Alle mensen missen de eerlijkheid van God. Dat, dat is de werkelijkheid zoals de Bijbel over de mensheid spreekt. En daarom is ook een boodschap van bekering nodig. Aan ongelovigen, bekeer je, geloof het Evangelie, ook vandaag. Maar ook als we tot geloof gekomen zijn. Hebben we soms nog zo'n boodschap nodig? Want hoe kan soms een oud patroon uit je eertijds, uit je zondige leven, in één keer weer binnenkomen, bewust of onbewust? Nou, dan is het een goed moment om daar vandaag afscheid van te nemen. Ja, absoluut. Dus, dus die boodschap is ja. vandaag ook actueel en nodig. En, en laten we het onderstrepen: het is een heel positieve boodschap. Weet je waarom? Omdat God bewogen is met ons leven. Amen. Hij wil dat, het, dat, dat we met een vrij geweten wandelen. En daarom is een boodschap van bekering een geweldig goede boodschap. Ik zeg altijd, bekering is eigenlijk je afkeren van. Ja. He, je keert je af van je oude leven he, en je gaat wandelen met de Heer Jezus. Ja, je zou het ja. zo kunnen zeggen, je keert je toe naar Jezus. Afkeren van is negatief. Ja. En het positieve is je keert je voor het eerst of opnieuw weer volledig op de Heer Jezus. Ja. Naar Hem toe. Amen. Jacques Johannes de Doper, <laughs> die confronteerde nogal. He, want er staat hier bijvoorbeeld uh, in vers 7. Uh, uh, er staat dat vele van de fariseeën en sadduceeën tot de doop kwamen. En toen zei hij tegen hen, hadden gebroed. Nou, dat is toch best wel uh, pittig. Maar is dat niet iets overdreven? Hoe moet je dat zien? Ja, ik zou je bijna een vraag uh, willen stellen, terug willen geven. Wat is overdreven? <laughs> Kijk... Um... Nou ja, omdat zij, zich, uh, zij kwamen naar de doop... Uh, dan denk ik, ja, kon hij dan gedachten lezen bijvoorbeeld? Hè, want hij valt zo onmiddellijk aan en zegt: Jullie hadden een met andere woorden, wat doen jullie hier? Ja, ja. Nou, die, die, uh, die uitspraak van de Heer Jezus heeft natuurlijk hier, of uh, van Johannes de Loper, en, en Jezus zei het later natuurlijk ook. Ja. Maar die heeft hiermee te maken dat zij dubbelhartigheid hadden gezien in hun leven. En um, ik denk dat dubbelhartigheid, onechtheid, het meest verschrikkelijke is. Je ziet dat ook in de gemeente in openbaringen. Uh, was je maar koud ja. of was je maar heet, maar ze waren lauw. Ja. Dat, dat is die dubbelhartigheid. En je ziet uh, op het moment dat Johannes de Doper uh, ontdekte: hé, hey, jullie zijn geveinsd, dubbelhartig. En dat zag je ook bij de heer Jezus. Als hij onechtheid zag, ja, dan sprak hij ze wel heel direct aan. Ja. Uh, en, en, en dan stroomde hij niet. Maar ik geloof toch dat. Die, uh, die scherpe aanspraak, daar zat een bewogen hart achter. Het was niet vanuit keelheid, koudheid, uh, onbewogenheid. Daar zat een kloppend hart achter. Maar blijkbaar voelde Johannes de Doper, en later de Heer Jezus ook aan, dit hebben ze nodig. Laten we eerlijk zijn, sommige mensen moet je met een zachte hand leiden. Maar jij weet het ook vanuit prediking en vanuit gemeenten. Sommigen moet je ook met hardere hand leiden. En die hebben zo'n aanspraak nodig om wakker te worden. Ja. Als een soort uh, wake-up call: ja. word wakker. Bedenk dat je dubbelhartig bent. Bekeer je. Dus ik zie dat niet negatief. En ook niet als overdreven. Ik zie dat juist als echte bewogenheid. En echte bewogenheid uit zich ook in uh, eerlijkheid. Dan wil je eerlijk zijn voor de mensen, omdat je hun behoud op het oog hebt. Ja. Dus ik vind het niet overdreven, persoonlijk. Nou, mooi uitgelegd. <laughs> Jacques, en, uh, de Engelsen zeggen, practice what you preach. Hè? Die uitspraak ken je ongetwijfeld. Ja. Uh, hoe zit het met Johannes? Hè? Is dat van toepassing op Johannes de Doper? Ja, als je schrift met schrift vergelijkt, en ook in deze serie van drie over zijn leven ontdekken we dat ook wel, dan zie je dat, dat, uh, uh, dat het getuigenis over zijn leven ook overeenkomt met de prediking die hij uh, uitsprak. Nou, we hebben het in de vorige uitzending al gehad over het getuigenis van Jezus over zijn leven. Matthäus 11, vers 11. Maar je leest bijvoorbeeld, om maar een gedeelte te noemen, in Markus 6, vers 20. Dat zelfs een heidense Herodes. een getuigenis over Johannes de Doper geeft. En dan zegt hij: Herodes over Johannes de Doper. Hij is een rechtvaardig. en een heilig man. Dat was een heiden, hè? Ja. Dus blijkbaar zag hij iets in het leven van Johannes de Doper. Wat overeenkwam met de woorden die hij sprak. Ja. Dus je ziet dat het leven van Johannes de Doper. overeenkwam met zijn prediking. En dat is echt een hele belangrijke les vandaag. Practice what you preach, inderdaad. Ja. En dat is ook voor onze tijd belangrijk. Weet je, mensen prikken er zo doorheen, Henk. Wat echt is en wat onecht is. En ik, ik ben in het Westland geboren. bekend van de glastuinbouw. En daar zeiden ze wel eens tegen je. als je in een glazen huisje woont. Mooi je niet meer stenen gooien. <laughs> He, er wordt meegekeken. En terecht. Ja. Als wij de naam van Jezus beleiden op de lippen nemen. Ja, sta af van ongerechtigheid. En Johannes de Doper, daar was dat in evenwicht. En daarin is hij ook een voorbeeld. Hij leefde voor de eerste komst, heb ik eerder gezegd. Wij leven voor de tweede komst. Er wordt naar ons gekeken. En daarom laten wij zorgen dat de binnenkant van ons leven overeenkomt met de buitenkant. Ja. En de buitenkant met de binnenkant. Ik denk dat dat de boodschap is die Johannes de Doper. Uh, Doorgaf, maar ook uitleefde. En daarin is hij uh, voor alle gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen, een geweldig voorbeeld geweest. Ja. Ik zeg altijd: gij heel anders, gij hebt Christus leren kennen, laat hem maar zien. Ja, klopt. Huh? Ja. Laat ja. hem maar zien. Sluit daar heel goed op aan, absoluut. Uh, Jacques, wil jij uh, is, uh, Johannes uh, 1, vers 29 voorlezen en um, uh, deze woorden uitleggen? Johannes 1, vers 29. Ja, dat is een prachtige tekst. Daar staat: De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei: Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. Een zeer indrukwekkend vers. Ja. Een zeer bekend vers ook. Maar hier zie je weer dat Johannes de ogen van de scharen. Niet op zichzelf richt, maar hij neemt hen mee en hij richt hun ogen op de Heer Jezus. En er is ooit een bekend schilderij gemaakt waarin Johannes geschilderd wordt met een hele grote hand, een hele grote vinger. En die hand stond niet in verhouding tot zijn lichaam. Maar die schilder die wilde duidelijk maken, hij wijst van zichzelf af ja. naar hem die meer is dan Johannes de Doper omdat hij de minst is geworden in Jezus Christus. Dus dat is het eerste wat je hier ziet. Maar je moet ook dit onthouden. Hij spreekt hier vanuit de Oud-testamentische Offerdienst. Hij heeft het over een Lam. Dus de mensen die om hem heen stonden. ja, die dachten natuurlijk: wat gaat er nu gebeuren? Zie het Lam van God. Dat is geen menselijk Lam. Dat was het Lam van God dat zou komen in de volheid van de tijd. Jezaa 53. Nou, wat zo mooi is. In Genesis 22 gaat Abraham zijn zoon offeren. En dan stelt die zoon de vraag aan zijn vader, vader, waar is het lam? Ja. Ja. Dus in het Eerste Testament komt de vraag naar voren, waar is het lam? In het tweede, in het Nieuwe Testament, volgt het antwoord, de vervulling, zie het lam. Dat is Johannes 1 vers 29. En straks in de toekomst, openbaring, waar gaan we het dan over hebben? Over jou of over mij, over onze bediening? Wat denk je? Nee, nee. <laughs> dan zingen we alleen maar. Waardig is het lam. Ja. En die drie slag moeten de kijkers goed onthouden. Die moet je vasthouden. Mooi. Waar is het lam? Zie het lam? Johannes 1, vers 29. En straks in de heerlijkheid. Waardig is het lam. En hier zie je dus dat Johannes de Doper uiteindelijk zegt. Alle geslachten voor ons hebben offers gebracht. Volgens de wet, overeenkomstig het uh, gebod. Er zijn liters bloed vergoten. Maar hij die nu voor je staat, is de vervulling van al die offers, van al dat bloedvergieten. Zie op Jezus. Mooi. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Het is niet meer zonden die bedekt worden, maar zonden die vergeven worden, die helemaal weggenomen worden. Ja. Zodat God er niet meer aan Hij ziet ze niet meer. En daarvoor moet je niet bij de priester zijn, ook niet bij de hogepriester, niet bij een leviet. Daarvoor moet je bij hem zijn. Jezus, Amen. de Christus, het ja. Lam van God. Dus ja, ik word ja. daar enthousiast van. En volgens mij, Johannes werd het ook. Ja. <laughs> van zichzelf afwijzend, het gaat om hem. Prachtig, prachtig Sjak. En uh, als we even teruggaan hè, naar uh, Matthäus 3 uh, en dan vers 11. Uh, want hier zijn heel veel verschillende visies op. Hè? Ja. Ik doop je met water tot bekering, maar hij die na me komt is sterker dan ik. En die zal dopen met de Heilige Geest en uh, met vuur. Uh, wat betekent dit vers werkelijk? Er is veel verwarring over dit vers. Maar met het licht wat de Heer in mijn uh, denken heeft gegeven, geloof ik dat het, dat het dit betekent. Kijk, er wordt vaak gezegd dat dit de dood met de Heilige Geest zou zijn. in de zin van een diepere vervulling. of nadat je tot geloof gekomen bent. Als ik het goed lees, dan gaat het hier over de Heer Jezus. Het werk wat hij zal gaan doen en de bevoegdheid die hij heeft. Daar wijst Johannes de Doper hier op. Hij wijst naar de Heer Jezus, wijst opnieuw van zichzelf af. En hij werpt het licht op het werk en de bevoegdheid van de Heer Jezus. Nou, dopen met de Heilige Geest heeft hier vooral betrekking op het lijden van de Heer Jezus Christus. Want hij zegt in Lukas 12, vers 50, ik moet met een doop gedoopt worden. Ja, die is met niets anders te vergelijken. En waar spreekt hij dan over? Over zijn lijden... Over het sterven, over het oordeel wat hij moet ondergaan. Dus daar spreekt dat dopen over. Het tweede waar deze doop met de Heilige Geest over spreekt, naar mijn overtuiging, is 1 Korinthe 12, vers 13. Daar staat dat de gelovigen gedoopt worden in het lichaam van Christus. Dus het heeft te maken, als ik tot geloof kom, word ik onderdeel van het lichaam van. Christus. Ja. Dus het wijst enerzijds op het oordeel, het lijden wat Jezus heeft ondergaan. Dat kon Johannes niet ondergaan, dat moest hij doen, naar wie hij verwees. En in de tweede plaats betekent het ook: de gelovige wordt deel van het lichaam. Ja. Dat is naar mijn overtuigende betekenis hier van de doop met de Heilige Geest. En het tweede: Hij zal u dopen met vuur. Nou, is dat ook een of andere geestesuiting of zo waar we deel aan krijgen? Nou ja. Heel eenvoudig, lees de versen. Maar verder, vers 12, waar gaat dat over? gaat over oordeel. En in heel veel gedeelten van de Bijbel heeft vuur te maken met oordeel. Dus de Heer Jezus, zegt Johannes de Doper, heeft de bevoegdheid om straks in de toekomst een scheiding te maken tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Om het eindoordeel te vellen. Die bevoegdheid heeft Hij. Ja, en niemand anders. Nee, Hij heeft het oordeel gedragen, Hij heeft geleden. Door geloof in Hem word je gedoopt in het lichaam. Je wordt deel van het lichaam van Christus. En de dood met vuur is, hij heeft de bevoegdheid om het eindoordeel uit te spreken, te vellen. Dat is naar mijn overtuiging de betekenis van dit vers. En daarom verwijst Johannes door naar de Heer Jezus. Ja, mooi. Mooi uitgelegd, Jacques. Vers 12 hè, vertelt ons dat er een, uh, een dag komt hè, van een definitieve scheiding hè, tussen gelovigen en ongelovigen. Hè, uh, net wat je zegt, Jezus uh, heeft dat oordeel. Uh, komt in deze tekst opnieuw het belang van bekering naar voren? Ja, dat geloof ik wel. Ik um, moest denken aan de teksten uit 2 Timotheüs 2, vers 19. Ik noemde hem al eerder. Hè. En ieder die de naam van Christus noemt. staat af van ongerechtigheid. En dat is niet om mensen vrees aan te jagen. Maar uiteindelijk. Zullen alle dingen die verborgen zijn openbaar worden? En wat wil de Bijbel? Wat is de boodschap van de Bijbel? Leef vandaag met een vrij geweten voor het aangezicht van de Heer. Want morgen kan het te laat zijn. Want morgen kan het te laat zijn. En er komt een dag dat verborgen dingen openbaar zullen komen. Ja. En dan zal Jezus ook het eindoordeel vellen. Hij is daartoe bevoegd. En daarom bekeer je vandaag als dat nodig is. Ja. Als ongelovige voor het eerst, maar misschien als gelovige wel weer opnieuw. Ja. Dat is zo belangrijk. Leef met een vrij geweten. En dat is zo een zegen. Want als Johannes de Doper in dit stukje en in zijn prediking sprak over het Lam van God, dan spreekt hij over de Heer Jezus, over zijn bloed. En wat zegt de Hebreeënbrief? Dat wat het bloed van stieren en bokken niet kon bewerken, dat kan het bloed van de Heer Jezus wel. En wat is dat? Je geweten reinigen van dode werken. Dus een gelovige mag vandaag delen in vergeving van zonde. In eeuwig leven, de inwoning van de geest. Ik kan nog veel meer noemen, maar ook dit. In een rein, zuiver, vrij geweten. Ja. Dat door het bloed van Jezus gereinigd is. En ja. daarom stimuleert de Bijbel: er komt een dag van oordeel. Maar leef vandaag met een vrij geweten. Ja. Dan is dat oordeel al weggenomen. Dat heeft Jezus voor jou weggedragen. Want wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Precies. Ja. En leef uit die heerlijke waarheid. Dus dat wil ik ook tegen de kijkers zeggen. Leef met een vrije geweten voor God. En als het nodig is, bekeer je vandaag. En laat de Heilige Geest je hele hart en denk je doen en laten vervullen. Het is zo'n heerlijk leven. In Zijn rust, in Zijn vrede, met Zijn blijdschap in mijn hart. Jacques, ik kan alleen maar zeggen: Amen. Dankjewel voor deze geweldige studie weer. En uh, ja, ik hoop dat wij u thuis ook bemoedigd hebben met deze aflevering van Without Limits. Wilt u deze aflevering nogmaals zien, dan kan dat via ons YouTube.